Santana Filatie heeft gereageerd op dat berichtje. Het bericht is best heftig. Ik weet niet of ik het moet laten zien. Massaal abonneren. Een duimpje omhoog. Mensen, vet dat jullie kijken. Ik ben natuurlijk op stage en kan dus niet Cast of Fame doen. Maar ik had een leuk idee. Misschien dat jullie dat leuker vonden. En het is dus 2 dagen, dus niet de Cast of Fame en dan begint het weer. Maar mensen, als jullie allemaal reageren en massaal liken en een reactie plaatsen, kan je een promotie krijgen op een video. Heel veel mensen op Facebook hebben het gevraagd en nu kan het. Dus het kan 2 keer zo zijn dat er een promotie kan gedaan worden voor je kanaal. Als je lekker bezig bent met je kanaal, kan je toch even promotie krijgen. Dat is super vet en we gaan gelijk beginnen met de video. Oké, pak de camera, pak de camera. Mensen, ik heb Santana Filatie heb ik proberen te bellen, maar het lukt niet. 1, omdat ze niet reageert. 2, omdat ik geen mobiel meer heb. Want mijn vader en moeder hebben dus mijn mobiel afgepakt. Heel slim allemaal, ik ben weer stout geweest. Sorry daarvoor, maar ik kan dus Santana Filatie niet bereiken met mobiel. Maar ik had dus een idee om haar wel te kunnen bereiken en gewoon te vragen wat ze eigenlijk nou echt wil. Dus mensen, wat denk je dat ze wil? Want ik heb ook al gezien in de reacties dat ik haar niet moet bellen omdat anders zij mijn nummer heeft. Nee jongens, ik heb iets heel ergs goeds bedacht. Ik heb lopen nadenken en ik kan hem gewoon op privé nummer zetten en heeft ze mijn mobiel niet, zeg maar. Dus dan bel ik haar en dan ziet ze privé nummer en dan heeft ze mijn mobielnummer niet. Dat is toch super slim. Santana Filatie heeft gereageerd op dat berichtje van wat wil je van me of wat weet je van me. Het bericht is best heftig. Ik weet niet of ik het moet laten zien. En het is best wel heftige shit, serieus. Het is niet iets wat zomaar online moet gegooid worden. Ik heb er al een video over gemaakt. Hij staat klaar en ik heb zo'n gevoel dat ik jullie eerst moet vragen of ik überhaupt het moet online gooien. Want het is best wel heftig. Ik wil er nog niet eens over hebben. Ik wil het gewoon in de video laten zien. En ik hoop dat jullie willen zien wat ze heeft gezegd. Ik weet niet wat ik moet doen. En ja, misschien moeten jullie gewoon de volgende video kijken. En die mobiel waar dus... waar het nummer op stond, heb ik dus thuis liggen. Ik ben vanavond thuis, dus dan kan ik een video gaan maken wat er in de mobiel allemaal zat. En wat ze heeft gezegd op Facebook. Ik zou nog heel even zeggen, volg gewoon Santana Filatie. Linkje in de beschrijving. En ga gewoon vragen wat ze wil, want jullie kunnen me zeker helpen. We gaan kijken wat ze wil van mij en het is super spannend. Weet je, ik vind het raar dat mensen zo erg weten wat... Ik wil gewoon achterkomen wie dat meisje is, of het de echte is. Ik heb van mensen gehoord, zelfs op Facebook, dat het met een beer is. Geen idee wat het is. Ik heb het opgezocht achter de schermen en het is gewoon een zanger, serieus. Een meisje die dus een profielfoto doet van een zanger, van een zangeres eigenlijk, want het is een meisje. Het is super raar, ik vind het bizar dat iemand dat gewoon doet en dan ook nog alles van mij probeert te weten. Wat wil ze van me en wat wil die misschien wel pedo van me? Ik weet het niet wie het is. We gaan gewoon met z'n allen achterkomen wie dat meisje is of slash man. En misschien kan ik gewoon iemand vragen die gewoon kan zien wie het is of zo. Dus ik ga even mensen connecten en kijken. Ik ga Martijn connecten. Kijken of hij me kan helpen. Martijn is wel heel erg slim met computers en zo. Soms kan ik gewoon niet meer slapen door dit. Echt insane, man. Echt insane dat er gewoon een meisje is die gewoon alles weet. Kijk de volgende video en daar zie je wat zij heeft gestuurd. Wat ze van me wil. En weet je, ik ga haar nog een keer proberen te connecten. Dus dan ga ik, als ik mijn mobiel terug krijg, ga ik dat doen. Ik ga Martijn connecten. Als jullie willen dat mijn mobiel terugkomt, doe dan een duimpje omhoog. Massaal abonneren en reageren.
Want dan kan ik haar sneller bellen. En misschien worden mijn vader en moeder zo enthousiast dat er zoveel likes en berichten zijn. Dat ze misschien wel de mobiel eerder teruggeven. Dat is een goed idee, mensen. Ik hoop dat jullie me supporten met de dingen wat er allemaal gebeurt. En ik zie jullie weer later. Doei.